Danny Hagebeuk, welkom in Almelo. Dankjewel. Om hier te gaan spelen op een heel groot toernooi. Wat stel je je daarvan voor? Dankjewel. Maar ik had het eerlijk gezegd van tevoren niet zo groot verwacht. Ik kwam hierheen en ik dacht even een leuk toernooitje spelen. Top van Nederland doet mee. Maar dat het hele veld vol zou staan met kinderen, met fans, met spelers, is natuurlijk geweldig. Ja. Wat verwacht je van je eigen kansen? Gezien ik veel toernooi heb gewonnen, op mijn naam geschreven, maak ik natuurlijk wel kans. Maar er doen heel veel goede spelers mee. En er zijn zoveel deelnemers dat je zoveel rondes moet spelen. Dus het kan natuurlijk altijd zijn dat je een keertje verliest. Maar het belangrijkste van dit toernooi voor mij is het plezier. Want ik zie dat jongens plezier hebben. En ik hoop dat het gewoon zo blijft gaan. Ja, gewoon kippenvel. Het is een droom die uitkomt. Eindelijk is het zover. Hier lekker in het Pommerstadion op het veld. Ja, dat is gewoon geweldig. De jongens zijn allemaal geweldig. Wij vinden het geweldig. Het wordt gewoon een superdag. Een superdag met heel veel deelnemers. Heel veel deelnemers. Hoeveel zijn er? Honderden. En er komen nog mensen zelfs aan de kant van het land. Mensen moesten om 7 uur met de trein deze kant komen, 3-4 uur reizen. Dus niet iedereen is er nog, er komen nog andere mensen ook nog. Maar het is nu al lekker druk, het is nu al geslaagd in mijn ogen, dus het is geweldig. Ze hebben het er allemaal voor over en zelfs mensen uit het buitenland. Ja, Duitsland, mensen uit België zijn hier gekomen. Ja, dan weet je gewoon dat het gewoon enorm leeft. En voor de e-sport is het gewoon geweldig, voor ons is het geweldig hier in het stadion van Heracles Almelo. Dus wat een topdag. We zijn nu een half jaar bezig. Ik ben gekwalificeerd voor Madrid, het WK. Ik ga naar München toe, 15 juni. Ik ben ook voor gekwalificeerd. Dus nu, 5 maanden zijn we bezig nu. Het is nu al geslaagd en je wil gewoon meer. En als ik in München eerste van de pool word, dan ga ik naar Londen, naar het echte hoofd-EK, waar je 2 ton kan winnen. En dat zal geweldig zijn. Dan maken nog 4 Nederlands kans van heel Nederland om daar te mogen staan. En daar ben ik één van, daar zijn we heel trots op. Nou, we willen heel graag de binding houden met de jongeren. Dat is toch de toekomst voor ons. Ja, dat doen we hiermee. Veel jongeren die spelen e-sport. Nou, we hebben met Brian Hessing natuurlijk een van de beste e-players ter wereld aangenomen. En daarom pakken wij dit op. We hadden ingezet op 250, maar het zijn er dus meer dan 450 geworden. En het was natuurlijk ook spannend. Het is de eerste keer dat je zoiets oppakt. Ja, wat moet je exact verwachten? Dus we hebben met de organisatie E-Mens die ons hierbij ondersteunt, we hebben dat ook besproken. En eigenlijk fantastisch dat er 450 man dit kan komen. Het zijn niet alleen maar Nederland. Nee, er zijn ook Belgen, er zijn Engelsen, dus het is geweldig. Het is internationaal toernooi meteen. Goed, hij wil zelfs wel de wereldkampioenschap. Nou, dat gaat hij ook halen. Ik ben daarvan overtuigd. Ik weet zeker dat Brian daar, zich daarvoor gaat kwalificeren. Dat hij, hij speelt binnenkort weer in München. En heeft hij weer een fantastische mogelijkheid om zich te plaatsen. Dat gaat hij absoluut doen.